Welkom bij Tilburg University. Je hebt gekozen voor de masterrechtsgeleerdheid. In dit filmpje laten we zien hoe je kan inschrijven voor de verschillende profielen van de opleiding en de cursussen die erbij horen. Meer informatie kan je vinden op de specifieke website van de masterrechtsgeleerdheid. Ga daarvoor naar de pagina van Tilburg University. Klik op de masteropleidingen. Zoek de rechtsgeleerdheid. En hier staat weer meer informatie met de details van het programma en de vakken onder deze knop. Hier staat de inhoud van het programma beschreven, dus ook de 6 verschillende profielen waarbij je er 1 minimaal moet kiezen. Bij elk profiel geldt dat deze 60 EC zijn, dus 1 jaar studie. Je kan daarnaast een extra profiel kiezen als Extended Master met 6 maanden extra. En de informatie daarover kan je vinden onder dit kopje. Je kan inschrijven voor deze profielen en deze Extended Master via Osiris Student. Ik ga nu laten zien hoe dat eruit ziet. Als je Osiris Student opent, dan kan je met deze knop naar inschrijven. De verschillende profielen zijn ingericht als specialisatie. Dus kies onder specialisatie inschrijven naar de verschillende profielen. Met je masterrechtsgeleerdheid inschrijving zie je alleen deze 6 profielen. Kies hier een profiel wat je wil gaan volgen. En bevestig je inschrijving. Via mijn inschrijvingen kan je natuurlijk altijd weer terug om te kijken naar welke specialisatie je was ingeschreven. Je kan ook deze specialisatie, als je denkt van ik wil wisselen, kan je uitschrijven. En ik kan eventueel ook met deze knop verder weer een andere kiezen. Als je bijvoorbeeld een foutje hebt gemaakt of je wilt ook overstappen naar een ander profiel. In het voortgangsoverzicht kan je bijvoorbeeld zien welke cursussen binnen het profiel vallen en welke je nog te volgen hebt. Je kan deze informatie ook opzoeken in de onderwijscatalogus, deze onderste knop. Je kijkt dan bij de examenprogramma's en hierboven bij mijn programma's staat masterrechtsgeleerdheid. En je ziet hier het hele programma per semester. En je kan ook zien dat dit het gekozen profiel strafrecht is in dit geval. Meer inschrijven voor een cursus kan je hier ook klikken op de cursus. Je kan hier nog informatie zien over de cursus. En met de knop kan je inschrijven. Je bevestigt je inschrijving. En je bent ingeschreven. Ook het overzicht kan je zien. En ook hier kan je als je wil weer uitschrijven. Je kan ook naar het scherm cursus gaan. En daar zoeken naar de vakken die je wil. Je ziet nu alleen uit je vaste programma met deze selectie. Je kan natuurlijk ook kiezen voor meerdere vakken in het aanbod. Daar kan je zo zoeken. En dan kan je ook weer inschrijven. Je moet je werkcollege kiezen. Groep 1. En bevestig de inschrijving. Nu we naar de catalogus gaat. Ik bedoel naar de voortgang. De volgende cursussen, dan kan je zien waarvoor je ook bent ingeschreven. En welke je nog zou moeten doen. Ook hier kan je doorklikken en eventueel weer inschrijven. Als je Extended Master wil volgen, dan kan je dat aangeven door een minor te kiezen. Waarbij je dus wel even op de site moet kijken van welke minoren, welke Extended Masters zijn toegestaan bij jouw gekozen profiel. Je ziet hier een hele lange lijst, daar moet je even in zoeken. Bijvoorbeeld op Extended. En dan zie je de beschikbare Extended Masters. In het geval van strafrecht
Ga ik bijvoorbeeld de master familie- en jeugdrecht doen. Dus ik kan weer aanklikken, bevestig inschrijving. En ik ben ingeschreven voor de Extended Master. Je kan dus hier zien, dit zijn mijn cursussen. Mijn basisprofiel is strafrecht. En mijn Extended Master is nu familie- en jeugdrecht. Als ik dan naar mijn voortgang kijk, dan zul je ook zien dat de lijst nu is toegenomen met de Extended Master familie- en jeugdrecht. En ook hier kan je weer inschrijven voor de verschillende vakken. Dit kan je dus ook weer doen via de examenprogramma's. Dan zie je dat naast het net aanwezige profiel nu ook een Extended Master aanwezig is. Waarbij je dus ook de vakken ziet die je binnen die Extended Master kan volgen. En ook hier kan je inschrijven vanaf dit scherm.